Ik probeer zo goed mogelijk van het leven te genieten en er mooi van te maken. Maakt jouw vriend jou wel eens blij? Ja. Toen ik ziek was, kwam hij met een mango. Hallo, ik ben Rens en vandaag ga ik voor Simio de straat op om te onderzoeken wat mensen nou blij maakt en wat mensen doen om andere mensen blij te maken. Wat is het gekste wat je ooit voor iemand hebt gedaan om iemand blij te maken? Ik ben ooit een keer met een vriend die net zijn rijbewijs had gehaald, zijn we samen naar Parijs gereden om daar naar de McDonald's te gaan. En daar werden we heel blij van allebei. Wanneer heeft u voor het laatst iemand blij gemaakt? Nou, laatst heb ik een cadeautje voor moeder gekocht. Vond ze wel leuk, een paar dagen geleden. Wat heb je gekocht? Rituals pakket. Vanochtend mijn vriend, toen ik zei goedemorgen, vindt hij heel fijn. Ja, is dat genoeg om hem blij te maken? I don't know, yesterday. Ja, denk het wel. What did you do? Just, I don't know, be with him. Dat is toch mooi als je andere mensen blij kan maken. Dat is toch het mooiste wat er is. Nou, ik kom met mijn man heel vaak blij te maken en mijn kindjes. Ben je nu blij? Heb ik je blij gemaakt? Ja? Ik word helemaal blij van jou. Ja, want dat is toch helemaal te gek, man. Ja, dat is hartstikke mooi. Waarom had je een cadeautje gekocht? Nou, ik vind dat zij heel vaak ook dingen voor mij doet. En ik vond het ook wel eens tijd was om een keertje voor haar wat mee te nemen. Wat doet u dan voor die vriendin om haar gelukkig te maken of om haar blij te maken? Door ze lekker mee uit te nemen of een hapje te gaan eten of eens een keer te verrassen. Bloemetje meenemen. Meegaan, uit eten of ergens heen gaan. Wat je geeft, krijg je ook altijd weer terug. Dus als je gewoon lief bent voor anderen, er ook tijd en moeite in steekt, dan maak je iemand sowieso wel blij. Mensen, knopen het in je oren. Geven, en dan krijg je het vanzelf een keertje terug.